الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة Voor het welzijn en gezondheid van onze laatste imam, de imam van onze tijd, imam Mahdi, ajjalallahu ta'ala farajahu sharif, reciteren we een luide salawat ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajjal farajahu. De heilige maand Ramadan is de maand van het vasten, is ook de maand van de heilige Koran. Het is de maand waarin de Koran is neergezonden op de nacht van Qadr. Maar tegelijkertijd is de maand Ramadan ook de maand van dua, de maand van smeekbeden. Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam zegt in de bekende Sha'baniya preek: wa du'a'ukum fihi mustajab. Jullie gebeden, jullie smeekbedes, jullie dua's, die zijn verhoord in deze maand. Het is de maand waarin wij dua's moeten verrichten. Er zijn vele dua's van de Ahlul Bayt alayhi salam overgeleverd aan ons. Met mooie dua's. Dua Abu Hamza van Imam Sajjad alayhi salam. Dua al-Sahar, die we kunnen reciteren voor het ochtendgebed. Een van de mooie dua's. Een van deze dua's die is aangeraden om in de nachten, om in de avonden van de heilige maand Ramadan te reciteren, is dua al-Iftitah, de openingsdua. Alhamdulillah. Begin. Allahumma inni aftatihu sana'a bihamdik. O Allah, ik open uw prijzing, uw lof, met u, met het prijzen van u, met het loven van u. Dua al-Iftitah. Het is aangeraden om elke avond deze dua te reciteren. Misschien is het voor sommigen te lang om het elke avond te reciteren. Misschien is er niet genoeg tijd daarvoor, maar jullie kunnen het sommige avonden reciteren. Of jullie kunnen elke dag of om de paar dagen een aantal pagina's eruit reciteren om het bijvoorbeeld geleidelijk in een aantal dagen uit te lezen. Lettend op de betekenis natuurlijk, niet alleen het Arabisch ervan reciteren zonder te begrijpen wat we aan het lezen zijn. Goed, het laatste deel van deze dua, ongeveer 1/4 ervan aan het eind, gaat over imam Mahdi alayhi salam. Daarom kunnen we deze maand ook een beetje linken aan de imam van onze tijd, imam Mahdi alayhi salam. Elke avond is het ons aangeraden om te bidden, om smeekbedes te verrichten voor imam Mahdi alayhi salam, om hem te herdenken, met name op de nachten van Qadr. Goed, welke dua is beter? In deze heilige maand, de beste maand van het jaar, voor imam Mahdi alayhi salam. Welke dua is beter dan de dua voor onze imam? De imam die in leven is, de imam die onder ons is en waarop wij wachten. Laten we een deel van ons tijd in deze maand investeren voor imam Mahdi, voor deze dua, dua iftitah. Goed, in een passage van deze dua aan het eind, waar die over imam Mahdi gaat, lezen we het volgende. Deze passage heb ik ook teruggezien in andere overleveringen. Bijvoorbeeld, het is ook aangeraden om bij de vrijdagpreken deze dua te reciteren. Allahumma inna nargabu ilayka fi dawlatin karima. O Allah, wij verlangen vurig, wij verlangen sterk naar u wat betreft een edele staat. Dawlatin karima. Wij verlangen naar Allah, zodat Allah ons een edele staat schenkt. Dat is de staat van imam Mahdi alayhi salam. Tu'izzu biha al-islam wa ahlah. Het is een staat waarmee Allah de islam en de moslims
zal machtig maken daarmee. De islam en de moslims zullen middels deze staat, de edele staat van imam Mahdi, machtig worden. Wa tuzillu biha an-nifaqa wa ahlaha. Het is de edele staat waarmee Allah hypocrisie en de aanhangers van hypocrisie, de hypocrieten, zal vernederen. Wat hij fiha min ad-du'ati ila ta'atik. Het is de edele staat waarin Allah u zal ons tot de oproepers tot uw gehoorzaamheid maken. Wij vragen van Allah dat wij ook een rol hebben in deze staat. Dat wij participeren in deze staat als degene die mensen, de mensheid uitnodigen tot de gehoorzaamheid van Allah. Wal qadati ila sabilik. Niet alleen als degene die uitnodigen en de missie van Allah verkondigen aan mensen, maar wij willen ook participeren als bestuurders. Wal qadati ila sabilik. O Allah, dit is een staat waarin u ons zal maken tot degene die de mensen leiden tot uw pad. Wij willen in deze staat van imam Mahdi alayhi salam actief participeren als een van de bestuurders in deze staat, als een van de leiders in deze staat, inshallah. Wat herzoekona biha keramet het dunya wal akhira. En dus de staat waarmee u ons zegent met waardigheid en waardigheid van het hiernamaals en in deze leven. Goed, dit is de staat van imam Mahdi. In de eind der tijden zal de nakomeling van Rasulullah, die zijn naam draagt, herschijnen, de 12e imam, de imam die in leven is. En de edele staat van Allah zal bevestigen op aarde en de aarde vullen met rechtvaardigheid, net zoals het gevuld was met onrecht. Goed, dit is dit deel van de dua. Hierover willen we het hebben. De edele staat van imam Mahdi. We uiten dat wij sterk verlangen naar deze staat. Allahumma inna narghabu ilayka. Wij verlangen vurig naar deze staat. Dawlatin karima. Maar wat zijn de eigenschappen van deze staat? Hoe ziet deze staat er precies uit? Waar verlangen wij naar? Weten we wel waar we naar aan het verlangen zijn? Wat willen wij precies van Allah? Beseffen wij dat of niet? Want wanneer wij verlangen naar een staat, wanneer wij verlangen dat bijvoorbeeld de staat van imam Mahdi alayhi salam overal ter wereld wordt gevestigd, dan verlangen wij ook ernaar om in zo'n staat te leven. Om in zo'n land waar imam Mahdi alayhi salam de hoofdbestuurder is. We willen daarin leven. Hoe willen wij wel in zo'n staat leven? Zijn wij daar wel voor voorbereid? Sommige mensen willen bijvoorbeeld niet in bepaalde landen leven, toch? Je hebt nu heel veel vluchtelingen uit Oekraïne. Die komen naar Nederland, die komen naar West-Europa. Waarom? Ze willen niet in een land leven die in oorlogssituatie verkeert. Dat vinden ze niet prettig. Ze willen niet in zo'n staat leven. Een neef van mijn vader uit Iran, die woont in Engeland. Voor de Islamitische revolutie was hij verhuisd naar Engeland. En meer dan 30 jaar was hij niet zijn ouders komen bezoeken in Iran. Soms gingen zijn ouders naar Engeland, soms kwamen ze bij Turken in Turkije bijeen. Toevallig was hij na meer dan 30 jaar in Iran, in Teheran, en ik was bij familiebezoek. En ik zag hem, de eerste keer ontmoet. Dus ik kwam erachter dat hij al meer dan 30 jaar zijn ouders is niet komen opzoeken. Je ouders bezoeken, je ouders respecteren. Dit zijn een van de waarden, een van de belangrijke waarden in de islam. وَقَضَى رَبُّكَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Nadat Allah beveelt om niemand anders dan Allah te aanbidden, zegt Allah وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Oproep nummer 2, gebod nummer 2. Ga goed om met je ouders, eerbied je ouders. Heb een goed gedrag, heb een goede relatie met je ouders. Dit is de tweede gebod van Allah nadat hij zegt dat je niemand anders dan Allah moet aanbidden. Goed, ik was verrast, want waarom kom je al meer dan 30 jaar niet je ouders bezoeken? Hij zei, waarom moet ik naar Iran komen? Hij deed het heel direct. Hij zei, hij praatte zonder gordijnen, geen hypocriet. Hij zegt, heb je hier disco's? Nee. Heb je hier alcohol? Nee. Heb je hier sommige andere dingen? Nee. Waarom moet ik dan naar hier komen? Hij vond het zelfs niet waard om naar zo'n land te komen waar de islamitische regels deels heersen, om zijn ouders te bezoeken voor een weekje.
Niet om daar te leven, maar om voor een paar dagen bijvoorbeeld zijn ouders te komen bezoeken. Hij zegt, nee, ik kan niet leven in zo'n stad waar ik geen alcohol kan drinken elke dag. Daar kan ik niet leven. Goed. Willen wij wel in de stad van Imam Mehdi al-Islam leven? Hoe ziet die stad eruit? Dat moeten we kennen. Wat staat ons te wachten in zo'n stad? En sommige jongeren die kiezen een opleiding bij de MBO of bij de HBO of universiteit. En dan zie je dat ze snel veranderen van richting. Ze gaan een jaar studeren, twee jaar studeren, het bevalt hun niet. Ze zeggen, nee, dit. Mijn verwachting was niet zo'n opleiding. Ze veranderen van richting. Het komt niet tegemoet aan hun verwachtingen. Wat moeten wij verwachten van de edele staat van Imam Mehdi al-Islam? Hier wil ik het over hebben. Het is belangrijk om kennis te maken daarom met de eigenschappen van deze staat. Ik wil jullie niet opeens ontmoedigen. Ik wil niet dat mensen aan het einde van de lezing zeggen, oké, laat maar, ik wil niet dat Imam Mehdi al-Islam komt, want het is allemaal lastig en zo. Nee. We willen de eigenschappen van de staat van Imam Mehdi al-Islam kennen om onszelf voor te bereiden op deze staat. Wat moeten we bij onszelf veranderen zodat we klaar zijn voor de globale opstand van Imam Mehdi al-Islam? Wat moeten wij doen? Wat moeten wij in onszelf veranderen, met name in deze heilige maand Ramadan, zodat wij een stap verder gaan en zodat wij een stap dichterbij zijn bij de heilige staat en edele staat van Imam Mehdi al-Islam? Goed, er zijn heel veel overleveringen van de Ahlul Bayt die ons de eigenschappen van deze staat hebben geïntroduceerd, die de eigenschappen aan ons bekendgemaakt. Waarom hebben ze dit allemaal verteld aan ons? Waarom hebben ze dingen verteld dat in de toekomst gaat gebeuren? Goed, zodat wij ons voorbereiden op de toekomst. Zodat wij inshallah tot degene behoren die oproepen tot het pad van Allah in de heilige straat van Imam Mehdi al-Islam. Ik wil vandaag twee eigenschappen van deze edele staat uitlichten, inshallah. De eerste eigenschap is de, naar mijn mening, minder belangrijke eigenschap. En dat is rechtvaardigheid. We hebben allemaal gehoord dat Imam Mehdi al-Islam de wereld zal vullen met rechtvaardigheid. يَمْلَوُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا. Hij zal de wereld vullen, Imam Mehdi a.s. zal de wereld vullen met rechtvaardigheid, net zoals het gevuld is met onrecht. In een overlevering van Rasulullah staat, لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا يَوْمٌ وَاحِدٌ. Als van de wereld enkel één dag overblijft, dus één dag tot de dag des oordeels, Allah zal die ene dag zo lang verlengen tot er een man van mijn Ahlul Bayt komt, die in opstand zal komen. En yamla'u al-ard adlan wa qistan kama mulat dhulman wa jawra. En hij zal in opstand komen en de wereld vullen met recht, met rechtvaardigheid, net zoals het is gevuld met onrecht. Deze uitdrukking, hij zal de wereld vullen met recht, komt terug in de overleveringen van 13 van onze onfeilbaren. Dus deze zin heeft zowel Rasulullah uitgesproken, als Amir al-Mu'minin, als Fatimatul Zahra, als Imam Hassan, tot aan Imam Hassan al-Askari, onze 11e imam. Alle imams, Fatimatul Zahra en de profeet, hebben deze uitdrukking gebruikt. Yamla'ul arda qistan wa'adla. Imam Mehdi zal de wereld vullen met rechtvaardigheid. Rechtvaardigheid is een van de belangrijkste eigenschappen van de globale edele staat van Imam Mehdi a.s. Imam Mehdi die zal de missie van de profeten afmaken. De missie van de profeten was om rechtvaardigheid te bevestigen en bewerkstelligen op aarde. In Surah Al-Hadid, ayah 25, zegt Allah, لَقَدْ أَرْسَلْنَا رَسُولَنَا بِالْبَيِّنَاتِ. Wij hebben, voorwaar, wij hebben onze profeten, onze boodschappers met openlijke bewijzen gestuurd, heldere bewijzen gestuurd. وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ. En we hebben met hun, met de profeten, het boek gestuurd en de weegschaal van rechtvaardigheid gestuurd. لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. Zodat de mensen rechtvaardig handelen, zodat mensen rechtvaardigheid handhaven. Profeten zijn gestuurd met boeken. 124.000 profeten zijn met boeken gestuurd. Waarom? Zodat mensen rechtvaardig handelen. Zodat de rechtvaardigheid gaat heersen op aarde.
Het heerst vandaag rechtvaardigheid op aarde? Nee. Imam Mahdi alayhi salam zal de wens van de profeten vervullen. Imam Mahdi alayhi salam zal de missie van de profeten van het profeetschap afmaken. Dit de belangrijkste, of zeg maar één van de belangrijkste eigenschappen van de edele staat. Goed, wie is tegen rechtvaardigheid op deze staat? Wij zijn alhamdulillah, inshallah, allemaal voorbereid op zo'n staat. Staat die rechtvaardigheid? Iedereen is voor rechtvaardigheid, toch? Niemand heeft problemen met rechtvaardigheid. Iedereen het is rechtvaardigheid. Dat spreekt voor zich, toch? Rechtvaardigheid is iets wat ons verstand begrijpt dat het goed is. Niemand op aarde stopt tegen rechtvaardigheid. Dat is zo simpel. Ja. Hier hoef je niet zo filosofie voor te creëren. Iedereen vindt dat rechtvaardigheid goed is. Er hoeft geen Koran te komen om dit ons uit te leggen. Er hoeven geen profeten te komen om uit te leggen dat rechtvaardigheid iets goed is. Iedereen zijn eigen recht geven. Niemand onrecht doen, niemand zijn recht ontnemen. Dus het is simpel, het is duidelijk. Maar er zijn twee problemen. Er zijn twee problemen. Waarom is er nog steeds geen rechtvaardigheid op aarde? Twee problemen. Eén, vele politici die rechtvaardigheid horen te handhaven in een land, zijn in woorden aanhanger van rechtvaardigheid. Maar in daden handelen ze niet rechtvaardig, zijn ze niet rechtvaardig. Ja, ze hebben een politieke partij, met de naam rechtvaardigheid soms zelfs, maar ze zijn zelf onrechtvaardig, ze handelen niet rechtvaardig. Dit is één probleem, dat onze woorden en daden niet overeenkomen. Ten tweede, de opinies over rechtvaardigheid, die lopen uiteen. Vele ideologieën die hebben hun eigen mening over rechtvaardigheid. Wat is rechtvaardigheid? En wat is niet rechtvaardigheid? Wat is onrecht? Hierover verschillende meningen. Elke politieke beweging beweert dat ze voor rechtvaardigheid opkomen. Kennen jullie een politieke beweging die zegt, ik ben er voor onrecht. Weet je, als je ook onrecht aandoet aan een bepaalde groepering, dan doet die dat zelfs in de naam van rechtvaardigheid. Okay? Maar ze hebben allemaal hun eigen invulling voor rechtvaardigheid. Allemaal hebben hun eigen ideeën over wat rechtvaardig is en wat onrechtvaardig is. Hier in de Tweede Kamer hebben wij 20 fracties. Wereldrecord misschien. 20 politieke partijen in de Tweede Kamer. Tussen 150 parlementsleden. Allemaal beweren dat ze voor rechtvaardigheid zijn. Allemaal beweren dat hun achterban, dat hun kiezers onrecht wordt aangedaan. Of dat zij niet tot hun recht komen. De een zegt, allochtonen wordt onrecht aangedaan. Die ander zegt, autochtonen wordt onrecht aangedaan. Die ander zegt, boeren worden onrecht aangedaan. Die ander zegt, dieren worden onrecht aangedaan, bij de Partij van de Dieren zelfs hier. Iedereen, elke politieke beweging beweert dat een deel van de bevolking, hier alleen in Nederland, onrecht wordt aangedaan. Ze komen niet tot hun rechten. Mensen verschillen van mening over wat rechtvaardigheid precies is. Goed. Hoe zal Imam Mahdi alayhi salam het verschil maken? Wat is de rechtvaardigheid die Imam Mahdi alayhi salam brengt? Waarom is zijn theorie van rechtvaardigheid wel juist en van alle andere politieke bewegingen niet? Waarom zal hij niet de fout ingaan? Waarom komen zijn woorden en wel overeen met zijn daden? Voor ik inga op het antwoord van deze twee vragen, wil ik een zoete en mooie hadith voorlezen van Imam Sadiq a.s. over Imam Mahdi a.s. Het is een van de mooiste hadith die ik ken over Imam Mahdi alayhi salam, dat hoop geeft aan ons. Deze hadith geeft hoop voor ons voor de toekomst. Deze hadith komt voor in een ghaiba van een Nu'mani. Ma yakuna hadha al-amr hatta la yabqa sinfun min al-nas illa wa qad wullu 'ala al-nas. Deze zaak, ofwel de heerschappij van de Ahlul Bayt alayhim salam op aarde, zal niet plaatsvinden, hatta la yabqa sinfun min al-nas, illa wa qad wullu 'ala al-nas. De heerschappij van de Ahlul Bayt zal niet plaatsvinden op aarde. Dus het feit dat Imam Mahdi in opstand komt en zal regeren op aarde, dit zal niet plaatsvinden tot er geen enkel groep van mensen overblijft die niet heeft geregeerd over mensen. Iedereen krijgt de kans tot de opkomst van Imam Mahdi, tot de opstand van Imam Mahdi, om te regeren op aarde. Alle politieke groeperingen krijgen de kans om volgens hun eigen ideologie te regeren en zij zullen proberen rechtvaardigheid
te bewerkstelligen op aarde. Iedereen krijgt die kans. Waarom? Imam Sadiq alayhi salam zegt: Hatta la yaqula qa'ilun inna lawlina la'adalna. Zodat niemand. Waarom krijgt iedereen de kans om te regeren tot Imam Mahdi alayhi salam zal komen? Zodat niemand kan beweren wanneer hij is gekomen van ja, als wij de kans hadden gekregen om te regeren, dan zouden wij rechtvaardig zijn. Nee, niemand kan dat beweren wanneer Imam Mahdi is gekomen. Wanneer onze laatste imam is gekomen, dan is het duidelijk voor iedereen dat niemand rechtvaardigheid kan brengen op aarde. Dat niemand rechtvaardig kan regeren op aarde, behalve Imam Mahdi. Wat is het verschil van de rechtvaardigheid van Imam Mahdi alayhi salam? In theorie en in praktijk. Waarom kan niemand het? En waarom kan Imam Mahdi alayhi salam het wel? Hiervoor moeten wij kennis maken met de tweede eigenschap van de staat van Imam Mahdi alayhi salam. Dat in wezen de belangrijkere eigenschap is. Het is belangrijker dan rechtvaardigheid. Want iedereen is voor rechtvaardigheid. Maar waarom kan hij rechtvaardigheid brengen? Dit is de belangrijkere eigenschap van de staat van Imam Mahdi. Dat is het feit dat de staat van Imam Mahdi een religieuze staat is. Het is zoals ze dat noemen een theocratie. De regering van God. Daar geloven wij Shiiten. Wij geloven als Shiiten, als de aanhangers van Imam Ali alayhi salam en zijn 11 nakomelingen die onze imams zijn, in een concept, in een geloofsovertuiging genaamd imame, leiderschap. Leiderschap houdt op politieke vlak in dat mensen bestuurd moeten worden door een door God aangewezen, onfeilbare leider. Zo'n persoon moet regeren over ons. Zo'n persoon heeft het recht om te regeren over ons. Allah mag bepalen wie de leider van de mensen zijn. Wie de leiders van de mensen zijn. Hoe hij moet regeren. Op welke manier hij moet regeren. De twee problemen die we hadden met rechtvaardigheid in onze tijd. Die theoretische probleem. Dat mensen meningsverschil hebben over wat rechtvaardig is en wat onrechtvaardig is. En het andere probleem dat mensen die in naam van rechtvaardigheid regeren zelf niet rechtvaardig handelen. Deze twee problemen heb je niet in de staat van Imam Mahdi. Omdat het een goddelijke staat is. Omdat het de staat is van Allah subhanahu wa ta'ala. Theoretisch gezien hebben wij dit probleem niet. Want wie kent rechtvaardigheid beter dan Allah? Allah heeft ons geschapen. Hij weet hoe wij in elkaar zitten als mens. Hij kent de mens beter dan iedereen. Hij kent de menselijke gemeenschap beter dan iedereen. Hij weet wat rechtvaardig is en hij weet wat niet rechtvaardig is. Wij met ons verstand, wij kunnen bepaalde dingen begrijpen. Allah heeft ons een verstand gegeven dat ons innerlijke profeet is. En wij kunnen een onderscheid maken wat rechtvaardigheid is en wat onrecht is. Maar bij bepaalde zaken kunnen wij die onderscheid niet meer maken. Daar hebben wij behoefte aan Allah, aan goddelijke leiding. Allah is de eeuwige bron van kennis. Hij heeft deze kennis middels de wahi, middels de openbaring aan zijn profeet gegeven. En de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, die heeft deze kennis overgedragen aan zijn ahlul bayt. En Imam Mahdi alayhi salam heeft deze goddelijke kennis geërfd van de profeet. Hij weet met de hulp van God, met de kennis van God wat rechtvaardig is. En wat niet rechtvaardig is, wat onrecht is. Dus die theoretische probleem hebben wij niet bij Imam Mahdi alayhi salam. Praktische probleem hebben wij ook niet. Imam Mahdi alayhi salam is onfeilbaar, hij is ma'asoom. Hij is vrij van zondes en fouten. We weten 100% dat Imam Mahdi niet corrupt is. We weten 100% dat hij zelfs per ongeluk geen foutje zal maken. Per ongeluk geen zonde zal begaan. Hij is ma'asoom, hij is onfeilbaar. Die twee problemen die we bij rechtvaardigheid hebben, bij andere politieke bewegingen, hebben wij niet bij imamen. Hebben wij niet bij walaya. En bovendien, hij is aangesteld door God. God heeft hem gekozen, Allah heeft hem gekozen als de imam.
mensen, wanneer mensen tijdens verkiezingen regeerders kiezen, een leider kiezen voor hun land, voor hun stad, voor hun provincie, hoe kunnen ze een fout maken? Zelfs de meerderheid kan een fout maken. Maar Allah kan geen fouten maken. Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata. Allah weet waar hij zijn boodschap moet brengen, waar hij zijn missie moet brengen. Hij weet wie hij moet kiezen als de leider van de moslims. En hij heeft Imam Mahdi alayhi salam gekozen. De staat van Imam Mahdi alayhi salam is een theocratie. Het is een religieuze staat. Het is de staat van Allah, waarin de vertegenwoordiger van Allah op aarde zal regeren en de wereld zal vullen met goedheid, met vrede, met rechtvaardigheid. Het is de heerschappij van religie. De overleveringen en Koranverzen bevestigen dit. Ik lees een aantal van deze bronnen voor. Surah An-Nur, ayah 55. Een van de verzen in de Koran die volgens de Ahlul Bayt over Imam Mahdi a.s. gaat. Over de staat van Imam Mahdi in de toekomst. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilu s-salihat. Allah heeft beloofd. Het is een belofte van Allah. Die zeker zal verwezenlijkt worden. Zeker waar zal worden. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilu s-salihat. Allah heeft beloofd aan degene die geloven van onder jullie en goede handelingen verrichten, goede daden verrichten. Wat heeft Allah beloofd? لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Allah heeft beloofd dat hij, degene die geloven en goede daden verrichten, dat hij een zeker de machthebbers zal maken op aarde. Net zoals hij degene voor hun machthebbers had gemaakt op aarde. De gelovigen zullen machthebbers worden op aarde. Zij zullen de aarde regeren. Zij zullen de leiders zijn op aarde. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ. Deze is belangrijk. Allah zal voor deze groep, die zal regeren op aarde, de vrome dienaren van Allah, hun religie, die hij heeft goedgekeurd, die hij goed vindt voor hun, versterken en laten heersen op aarde. Religie zal heersen. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ. Religie die zal sterk worden op aarde, die zal regeren op aarde. De staat van Imam Mahdi is de staat van de religie, is de staat van de islam. Hij zal regeren op basis van de Koran, op basis van de traditie van zijn grootvader Mohammed en zijn Mohammed. In een theocratie, in de edele staat van Imam Mahdi alayhi salam, is het vanzelfsprekend dat de Koran de grondwet vormt. De grondwet in deze staat, elke staat heeft behoefte aan een grondwet. De grondwet is de Koran. In ons bekende hadithboek, Al-Kafi, in het laatste deel ervan, laatste volume, achtste volume. En laatste hadith in dat boek, is er een hadith van Imam Baqir alayhi salam over de heilige staat van Imam Mahdi. Hij zegt: in het dunya la tazhabu hatta yab'asallahu azza wa jal rajulan minna ahl al-bayt. Voordat de wereld zal vergaan, voordat de dag des oordeels zal aanbreken, zal Allah een man van ons ahl al-bayt sturen. Ya'malu bi kitabillah. Die zal handelen volgens het boek van Allah. Hij zal regeren volgens het boek van Allah. Dat is de basis van een ware islamitische staat. Daarin geldt de Koran als de grondwet. La yara fikum munkaran illa ankara. Elke slechte handeling die hij bij jullie ziet, die zal hij bestrijden, die zal hij afkeuren. Goed, slechte handeling. Slecht volgens wie? Volgens welke partij? Volgens welke politieke beweging? Nee, volgens de Koran. Ya'malu bi kitabillah. Dit is het. De grondwet in deze staat is de Koran. Hij zal regeren, hij zal beleid voeren volgens de traditie van de profeet en de Ahlul Bayt. Iemand, een van de studenten van Imam Baqir alayhi salam, genaamd Muhammad ibn Muslim, vroeg aan de imam, als Imam Mahdi alayhi salam zal komen, hoe zal hij regeren? Volgens welke methode, volgens wiens methode zal hij handelen? Imam Baqir alayhi salam zei: Besirat ma sara bihi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Hatta yudhira al-islam. Hij zal handelen volgens de handelswijze van de profeet, van de boodschapper van Allah, totdat hij de islam zal doen zegevieren op aarde. Walladhi arsala rasulahu bil huda wa din al-haq
ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. In Surah Tawbah, Ayah 33, zegt Allah Ta'ala, Hij is het die zijn profeten, of die zijn profeet, met leiding en met de ware religie heeft gezonden, ليظهره على الدين كله. Zodat zij de ware religie, zodat de profeet de ware religie zal doen laten zegevieren over alle andere religies, over alle andere ideologieën. De islam zal zegevieren middels imam Mahdi alayhi salam's regering. Hij zal handelen volgens de Koran. Hij zal handelen volgens de traditie van de profeet en volgens de traditie en handelswijze van Amirul Mu'minin. In een andere hadith in Kafi staat, en dan kan men na het alkamen, lebisa libasa aliyin wa sara besirate. Wanneer imam Mahdi alayhi salam in opstand zal komen, zal hij de kleding van Amirul Mu'minin dragen en handelen volgens zijn handelswijze, de handelswijze van Amirul Mu'minin alayhi salam. Goed. Deze twee belangrijke eigenschappen van de staat van imam Mahdi, de edele staat. 1. Het is een rechtvaardige staat. Hij zal de ware rechtvaardigheid op aarde bewerkstelligen. En 2. Het is een democratie. Het is een islamitische staat. Het is een religieuze staat. Wij moeten dus onszelf voorbereiden op deze twee eigenschappen. 1. Op rechtvaardigheid. 2. Op de heerschappij van de islam. We zullen in een land leven, inshallah, een globale land, we zullen geen aparte landen meer. Dus 1. De hele wereld zal regeerd worden door 1 persoon, inshallah, imam Mahdi alayhi salam. In die wereld zullen de regels van Allah gelden. De wil van Allah staat boven de wil van alle anderen. Kalimatullah hiya al-ulya. Het woord van Allah is verheven, staat boven alle andere dingen. We moeten onze eigen wil onderschikken aan de wil van Allah. We zullen in zo'n staat leven. Goed, de maand Ramadan is een kans om hierop voor te bereiden. Is een kans om onszelf voor te bereiden om in een land te leven waar rechtvaardigheid zal heersen. Waar de islam zal heersen. Waar mensen zullen leven volgens de islam. Waar mensen zullen leven volgens de wetten van Allah. De maand Ramadan is een gelegenheid. Het is een goede gelegenheid. Bij de maand Ramadan houden wij de wil van Allah boven onze eigen wil. We zijn aan het vasten. We zijn nu allemaal, degenen die geen excuses hebben, religieuze excuses, zijn met z'n allemaal aan het vasten. We hebben nu een beetje honger, het is bijna iftar. We hebben een beetje dorst, het is bijna iftar. We hebben vanaf Hajr tot aan nu niets gegeten, niets gedronken, we hebben honger. Ons lust, die wil nu iets eten, die wil nu iets drinken. Maar wij kunnen ons lust in controle houden. Wij kunnen onszelf verzetten tegen ons lust. Waarom? We houden de wil van Allah boven ons wil. Allah wil van ons in deze maand dat wij vasten. Van Fajr tot aan Maghrib. Wij zeggen, oké, de wil van Allah komt boven mijn eigen wil. Ik wil nu drinken. Maar ik ga nu niet drinken. Waarom? Omdat Allah dit niet wil. De wil van Allah komt boven ons wil. Komt boven ons wil. We geven de voorkeur aan de wil van Allah boven ons eigen wil. Wanneer we dit goed trainen tijdens de maand Ramadan, wanneer wij deze taqwa, deze houding aanhouden, dan kunnen wij onszelf langzamerhand voorbereiden, geleidelijk voorbereiden op de herschijning van imam Mahdi. Als we dit doen, dan laten wij in daden zien dat wij daadwerkelijk verlangen naar imam Mahdi staat. Dan laten wij zien dat wij menen wat wij zeggen. Allahumma, inna narghabu ilayka fi dawlatin karima. O Allah, ik verlang vurig naar de edele staat van imam Mahdi. Ik meen dit. Kijk, ik laat dit zien met mijn vast. Ik prefereer jouw wil, uw wil boven mijn eigen. Dit is de heilige staat van iedere staat van imam Mahdi. Laten we deze passages van Dua al-Iftitah samen lezen en onze lezing met een tawassul aan imam Mahdi alayhi salam eindigen. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala محمد وآل محمد.
كريم تعز بها الإسلام وأهلها وتذل بها النفاق وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا شدة الفتن بنور وتظاهر الزمان علينا فصل على محمد وأعنا على ذلك بفتح تعجله وبضر تكشفه ونصر تعزه وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللنا وعافية منك تلبسنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أي درد عالم شاه من يا ابن الحسن بنگر به سوز آه من یا ابن الحسن یا ابن الحسن لحظه مجزال و انز امام و زنف الحسن العسکری یا ابن الحسن یا ابن الحسن من ریز خار خان تو می سوزم از هجران تو جانم فدا شمس من و ای ماه من یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن Diller safası neredesen Zahra balası neredesen Derdim devası neredesen Ya ibn al-Hasan آیت الله به
Mahjat overleverde een hadith waarin staat hoe imam Mahdi alayhi salam zichzelf zal introduceren aan de wereldbewoners. In die overlevering staat ala ya ahl al alam en al imam al qa'im. O wereldbewoners, ik ben de imam die in opstand is gekomen. Ala ya ahl al alam en al samsam al muntaqim. Ik ben de zwaard die wraak zal nemen. Ala ya ahl al alam, o wereldbewoners, inna jaddi al Husayn qataluhu adshana. O wereldbewoners, mijn grootvader Hussein, ze hebben hem dorstig om het leven gebracht. Achan Suyun kenarında, kim görüp susuz öleni. Naast een stromende water, iemand die dorstig aan het overlijden is. Bir ayrı alem Kerbela, her yerde var ayrı bela, sallallahu aleyke ya mazlum. Saluka Allahumma ve ned'u بسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم. إلهي بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وتسعة المعصومين من ذرية الحسين. إلهي بإمام زماننا استجب دعواتنا يا الله. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي وقلوبنا على دينك، واكفنا يا قاضي الحاجات ويا كافر المهمات، انك على كل شيء قدير. هو الله اسخودخت في الشيخين من onze laatste imam. هو الله maak zijn hart tevreden over ons. هو الله بسخرم onze مراجع tot zijn opkomst en opstand. O Allah, maak ons tot zijn helpers in zijn edele staat. O Allah, help ons, gun ons het succes om in deze heilige maand, in deze heilige dagen en heilige nachten, onszelf op de beste manier voor te bereiden op zijn opstand en op zijn edele staat. O Allah, vergeef onze zondes, genees onze zieken en vervul onze behoeftes en de du'a's. وعجل اللهم في فرج مولانا صاحب الأمر والزمان. صلوات الله.